versie van de show. En dat ging er heftig aan toe. Kijkt u mee. Vorige zomer vond de bloedstollende finale plaats van de Engelse versie van Op zoek naar Joseph. Lee's leven veranderde in één klap in dat van een grote musicalster. When Graham obviously said that I won, I just, you know, started crying like a little girl. Any dream will do. Dat was dus de Britse winnaar in de huidige productie in het Londense Adelphi Theater. Lee Mead. En hij is echt geweldig, hè? Lee is fantastisch. Hij heeft alles wat Joseph moet hebben. Kracht en onschuld tegelijkertijd. Ongelooflijk charisma. En een stem. Stem van goud. Dat moet je echt hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met het panel, hè, met Paul de Leeuw, ja. Pia Douwers, ondergetekende, Willem weer in de stoel die de Zwanenzang mag begeleiden. Maar met name met het Nederlands publiek thuis, absoluut de Nederlandse Joseph gaan vinden, Frits. We gaan het zien vanaf eind augustus, hè. Erwin, dankjewel. Graag gedaan. Dag. En om u dat zelf te laten ervaren, is hij vanavond hier. Rechtstreeks uit Londen, momenteel de grootste ster van het West End. Met het lied Close Every Door uit de musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Dames en heren, Lee Mead. Have been promised a land of
Zelf is zij een onbetwiste publieksfavoriet die ook nog eens haar eigen materiaal schrijft. Hier is Rascomedienne, Tineke Schouten.